In deze video vertel ik je 5 weetjes over de Efteling. Je bent er vast wel eens een keer geweest. De Efteling is een van de grootste pretparken van Europa. En het park ging open op 31 mei 1952. En inmiddels is het jaarlijks 5 miljoen bezoekers in het park. Maar goed, dit is een weetje even tussendoor. We gaan nu echt naar het eerste weetje. Wist je dat de slogan van de Efteling eigenlijk hetzelfde is als de beginjaren? In 2015 tot en met nu is de slogan Wereld voor Wonderen. In 2015 was de slogan Echt Waar. 2014 Wereld vol Verwondering. Dus het is een beetje anders. En daarvoor was het Sprookjes Bestaan. Maar in de jaren 90 was het Wereld vol Wonderen. Dat is precies dezelfde slogan als de afgelopen jaren. 3000 mensen werken in de Efteling. Sommigen hebben een vaste baan, sommigen hebben alleen de zomerperiode, maar in totaal kan je 3000 mensen verwachten in de Efteling. Personeelsleden, nou ja, gelukkig niet allemaal tegelijk, maar het zijn er wel een hele hoop. De Efteling had in 2017 een omzet van 211,3 miljoen euro. Ik ga er wel heel snel overheen zitten te denken, maar 211,3. Daar heb ik niet in mijn spaarpotje zitten. En het was een winst van 33,5 miljoen. Even voor de jonge kijkers. Wat kan je doen met 33,5 miljoen? Nou, dan kan je bijvoorbeeld 248.000 van deze sneakers kopen. Nou ja, ik zou ze niet allemaal in mijn kast willen hebben, maar het kan. Je kan bijna 2 jaar lang achter elkaar slapen in het duurste hotel van de wereld. President Wilson. Dat is dan het hotel, hè? Dus ja, oké. Dat is echt lang, hè? Het duurste hotel, echt, je betaalt voor een nacht, weet ik niet veel hoeveel geld. Echt heel veel geld. En dan zou je dus 2 jaar lang achter elkaar kunnen slapen. Het is bizar. Oh ja, je kan ook 797.619 dagen naar de Efteling. Ja! Ja, dat is ruim 2000 jaar. Dus dat ga je dus never nooit lukken. Oh, en ben je nou helemaal gek op Happy Meals? Dan kan je er 8.481.012 van kopen. Ja, ik heb geen idee waar je ze allemaal moet laten. En of je ze allemaal opkrijgt in je eentje, denk ik niet. Misschien met de hele familie. Nou ja, zelfs dan niet. Maar het kan. Maar wat je ook kan doen, en dat vind ik dan misschien wel te gek, is 3000 keer met 1030 vriendjes naar de grootste bioscoopzaal van Nederland. Dus nodig gewoon 3000 keer meer dan 1000 vriendjes van je uit. En je hebt een hele leuke bioscoopmiddag. En dat 3000 keer. Poeh, wat een geld. De Efteling heeft ook een oud en nieuw versie. Daar ben ik al eens een keer naartoe geweest. Dat is echt super vet. Want op 31 december is het dan tot middernacht open het park. En ze sluiten natuurlijk af met een spetterende oudejaarsavond vuurwerkshow. Het is echt geweldig. En ja, de sluiting van de attracties zijn dan voor 12 uur. En dan om 12 uur kan je genieten van een fantastische vuurwerkshow. De Efteling heeft al 41 onderscheidingen. Ik noem ze eventjes. De eerste onderscheiding. Ik ga ze niet alle 41 opnoemen. Ik zal misschien voor de grap zal ik alle 41 onderscheidingen hieronder in de omschrijving zetten. Dat is wel leuk. Kan je ze even nalezen. Maar ik zal ze niet allemaal opnoemen, want dan duurt deze video minimaal 41 minuten, denk ik. Goed, dit waren de weetjes van de Efteling. Wil je nou nog meer van dit soort weetjes weten of andere weetjes die ik ga vertellen? Abonneer dan zeker op dit kanaal. En als je abonneert en hieronder laat weten wat jouw favoriete Efteling attractie is, dan win je de Magic Ring! Dus abonneer en laat hieronder weten wat jouw favoriete Efteling attractie is. En dan zie ik jullie graag weer volgende week maandag. Of zaterdag bijvoorbeeld met de knutselvideo. Of eventueel woensdag met de hobby. In ieder geval, ik ben genoeg te zien op dit kanaal. Tot volgende week!
Bye.